Zorg voor sterke en gezonde botten met calciumrijke voeding. E-skeletsysteem is een complexe structuur waarvan de onderdelen met elkaar verbonden zijn door gewrichtsbanden, pezen en kraakbeen. Het skelet levert een bijdrage aan de essentiële functies van het lichaam. Zijn voornaamste taak is voorzien in ondersteuning en bewegingsvermogen voor het lichaam, zodat het ontelbare activiteiten kan uitvoeren. Voldoende calciumrijke voeding eten is bepalend voor de gezondheid van het skelet. Het skelet speelt ook een belangrijke rol in de productie van de rode en de witte bloedcellen. Daarnaast slaat het een aanzienlijke hoeveelheid voedingsstoffen op. Maar het skeletsysteem wordt aan een groot aantal factoren blootgesteld die het kunnen doen aftakelen. Het gevolg is dat we last kunnen krijgen van kwalen en ziekten. Die zijn vaak heel moeilijk te behandelen, omdat ze zo ingewikkeld zijn. Daarnaast tasten ze onze levenskwaliteit aan. Het goede nieuws is dat we deze aandoeningen kunnen voorkomen. Wat moeten we daarvoor doen? Het is belangrijk dat we een gezonde levensstijl aanhouden en de opname van bepaalde soorten voeding verhogen. Voedingsmiddelen die helpen om de botten te versterken, zouden een groter deel moeten uitmaken van ons dieet. Vele mensen zijn geïnteresseerd in dit onderwerp. Om die reden willen we vandaag op ons blog ruimte bieden voor een overzicht van 8 voedingsmiddelen die veel calcium bevatten en daarom heel wat voordelen bieden voor je botten. Ontdek hier welke calciumrijke voeding we bedoelen. Eieren. Eieren zijn een van de beste voedingsmiddelen om ervoor te zorgen dat de botten in een goede gezondheid verkeren. Ze bevatten niet alleen vitamines en mineralen, maar ook noodzakelijke aminozuren. In de eierdooier vinden we een aanzienlijke hoeveelheid calcium. Dit draagt bij aan het behoud van de botdichtheid. Het grootste gehalte aan dit mineraal bevindt zich echter in de eierschaal. Hoewel het niet zo aangenaam is om de schaal te eten, kan je ze vermalen en daarna aan vele recepten toevoegen. Spinazie. Deze groene groente is niet alleen een belangrijke bron van antioxidanten. Het is ook een van de groenten met de grootste hoeveelheid calcium. Elke 100 gram verse spinazie, dat is ongeveer 3 koppen, bevat 210 gram calcium. Deze hoeveelheid kan echter tot ongeveer 158 gram verminderen als je de spinazie kookt. De beste keuze is dus om rauwe spinazie toe te voegen aan smoothies en salades. Op die manier kan je ten volle genieten van de eigenschappen van dit calciumrijke voedingsmiddel. Vis is calciumrijke voeding. Vette vis is een erg compleet voedingsmiddel. Je kunt het gebruiken om je botten te versterken, omdat het calcium en vitamine D bevat. Deze onontbeerlijke voedingsstoffen zijn de sleutel om de botdichtheid te bewaren en om te voorkomen dat de gewrichtsbanden en de pezen vroegtijdig beginnen af te takelen. Aan de andere kant is het ook de moeite waard om te vermelden dat vis een van de belangrijkste bronnen van omega-3 vetzuren is. Dit is een soort gezond vet dat ontstekingen en vroegtijdige veroudering bestrijdt. De volgende vissoorten zijn de beste keuze. Sardinis, zalm, haring, kabeljauw, tonijn. Sojamelk.
Sojamelk is een plantaardige melk. Het behoort tot de groep plantaardige melksoorten die beroemd geworden zijn als een gezond alternatief voor koemelk. Deze melksoort bevat belangrijke vetzuren, eiwitten en voedingsvezel. Al deze elementen samen hebben een uitgebreide reeks gezonde voordelen te bieden. Sojamelk bevat ook een aanzienlijke hoeveelheid calcium. Eigenlijk zal je lichaam de calcium gemakkelijker opnemen dankzij het feit dat sojamelk fyto-oestrogeen bevat. Dit product is een van de meest aanbevolen voedingsmiddelen voor vrouwen die in hun menopauze zitten. Dat komt omdat het helpt om de symptomen onder controle te houden en omdat het voorkomt dat de bodichtheid vermindert. Uien. Uien zijn een voedingsmiddel dat weinig calorieën bevat. Al tientallen jaren wordt het aanbevolen als hulpmiddel om voor de gezondheid van het volledige lichaam te zorgen. Ze bevatten vitaminen, oligo-elementen en aminozuren. Die bestanddelen dragen bij tot sterkere botten en een betere gezondheid van de gewrichten. Omdat ze ook calcium en antioxidanten bevatten, kunnen ze bovendien helpen om de vroegtijdige aftakeling van de botten te voorkomen en het risico op osteoporose verminderen. Kikkererwten. Kikkererwten zijn peulvruchten met weinig calorieën. Elke 100 gram kikkererwten, dat is een halve kop, bevat tussen de 130 en de 134 milligram calcium. Voeg ze toe aan een evenwichtig dieet en versterk op die manier je botten. Tegelijkertijd zal je ook het risico op ontstekingsproblemen verminderen. Kaas is calciumrijke voeding. Kaas is een zuivelproduct. Dat betekent dus dat het een aanzienlijke bron van calcium is. Het kan bijdragen om het skeletsysteem te verstevigen en te voorkomen dat het vroegtijdig begint af te takelen. Maar het bevat ook veel vet en veel calorieën. Het is dus niet aangewezen om te veel kaas te eten of het te vaak te eten. Je botten versterken met yoghurt. Natuurlijke yoghurt bevat opmerkelijke hoeveelheden vitamine D en calcium. Deze twee bestanddelen zijn essentiële voedingsstoffen voor de gezondheid van de botten. Een portie vetarme yoghurt verschaft je tot 30% calcium. Daarnaast heeft het ook probiotica te bieden. Dat betekent dus dat het ook ideaal is om de bacteriële flora in de darmen in evenwicht te houden. Maak je je zorgen over de gezondheid van je botten? Voeg regelmatig deze voedingsmiddelen toe aan je dieet. Zo geef je je lichaam een extra lading voedingsstoffen die je botten zullen beschermen.